worden gepleegd op zijn stoffelijke resten of zijn naaste familieleden. De Exia stond vanmorgen opgebaard in een paleis van de voormalige Egyptische koning Farouk. In de loop van de nacht was hij daarin overgebracht vanuit het ziekenhuis aan de rand van Cairo, waar hij zondag was overleden. Hier namen zijn naaste familieleden afscheid van hem, zijn vrouw Farah Diba, zijn tweelingzuster Ashraf, zijn zoon Reza, die zijn opvolger had moeten worden, en zijn twee dochters Farnas en Leila. De rouwstoet werd geopend door prins Reza, geflankeerd door de Egyptische president Sadat en de Amerikaanse oud-president Nixon. Een andere hoge gast was ex-koning Constantijn van Griekenland. Sadat was het enige regerende staatshoofd dat de begrafenis bijwoonde. Te voet volgden zij de baar naar de 3 kilometer verwijderde Al Rifai moskee. Langs de kant van de weg stonden maar weinig toeschouwers. Ze werden op veilige afstand gehouden door een haag van politiemannen. Slechts een klein aantal landen had een ambassadeur afgevaardigd. Amerika, Engeland, Frankrijk, China en Israël. Bekleed met de rood-wit-groene keizerlijke vlag van Iran werd de doodkist de moskee binnengedragen. Er werden gebeden gezegd volgens de rieten van de Sjiïtische moslims, de godsdienst van de meerderheid in Iran. Tijdens deze dienst werden buiten een 21 kanonschoten afgevuurd. Daarna werd de Exia bijgezet in de grafkelder van de Egyptische koningen. Staande bij de trap naar de grafkelder bracht president Sadat een laatste groet aan de Exia, die hij naar Egypte liet komen toen hij bijna nergens anders meer welkom of veilig was. De Exia was de zoon van een eenvoudig Iraanse kolonel die zich in het begin van deze eeuw tot absolute heerser liet kronen. Zelf heeft hij 37 jaar gezeteld op de oude Perzische pauwentroon. In Iran zelf is weinig aandacht geschonken aan de begrafenis van de Exia. Wel werden felle aanvallen gedaan op de landen die officieel deelnamen aan de begrafenis, en met name op Amerika, Frankrijk en Engeland. De aandacht in Teheran ging meer uit naar de eigen binnenlandse problemen. De benoeming van een nieuwe premier van Iran is voorlopig uitgesteld. De oorzaak is vermoedelijk dat de kandidaat die was voorgedragen door de president, Bani Sadr, voor veel fel islamitische parlementsleden te gematigd was. President Bani Sadr had aanvankelijk gisteren het parlement willen laten stemmen over zijn kandidaat, Mostafa Mirsalem, tot nu toe hoofd van de Iraanse politie. Toen die naam vorige week werd genoemd, was al bekend dat veel leden van de machtige Islamitische Republikeinse Partij liever een ander hadden gehad. Bani Sadr heeft nu voorgesteld de benoeming voorlopig te laten bestuderen door een commissie. Als gevolg hiervan zal het parlement zich vermoedelijk voorlopig nog niet gaan bezighouden met de kwestie van de Amerikaanse gijzelaars. Parlementsvoorzitter Nashemi Rafsanani, die hier Bani Sadr de hand drukt, had de behandeling eigenlijk volgende week willen laten beginnen. Verwarrende berichten waren er vandaag over de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Shadegh Ghozadegh, die, net als president Bani Sadr, geldt als gematigd. Er zou vanmorgen bij zijn ministerie zijn betoogd door mensen die een hardere politieke lijn wensen. En volgens sommige berichten zou het ministerie zelfs zijn bezet en Ghozadegh gevangen gehouden. De minister zou daarop de president hebben meegedeeld dat hij zich ontheven acht van zijn post. Wel, de meeste van deze berichten zijn afkomstig uit Iraanse ballingenkringen in Parijs. In Iran zelf bleek alles vandaag nog wat onduidelijk te zijn. En met name bleef onduidelijk of die berichten wel waar zijn. Personeelsdiensten van onder meer ziekenhuizen en psychiatrische inrichtingen mogen worden uitgebreid om zodoende meer te kunnen doen aan het begeleiden van verplegend personeel. De staatssecretaris mevrouw Vedder-Smit van Volksgezondheid heeft geld beschikbaar gesteld om dit onderdeel van de gezondheidszorg met zo'n 1000 arbeidsplaatsen te versterken. Zo'n uitbreiding was een van de wensen van veel ziekenhuisdirecties om iets te kunnen doen aan het nijpend tekort aan verplegend personeel. De 1000 extra banen zijn een uitwerking van het arbeidsplaatsenplan van het kabinet. Het is bedoeld om langdurig werklozen, vrouwen en schoolverlaters extra kans op een baan te geven. In verband met ditzelfde plan creëert het ministerie van CRM 100 nieuwe banen voor uitbreiding van het aantal kinderdagverblijven.
en om het personeelstekort bij een paar bestaande crèches weg te werken. Het gaat erop blijken dat dit jaar het aantal Nederlandse vakantiegangers dat in het buitenland ziek wordt of gewond raakt, groter is dan voorgaande jaren. Tot nu toe is het aantal opgehaalde vakantiegangers al 15% hoger dan vorig jaar. Gerekend vanaf 1 juni van dit jaar hebben de twee grote hulpcentrales van ons land, de ANWB en de SOS, al 124 gestorven vakantiegangers naar Nederland moeten terughalen. Het aantal gewonden ligt ook ongeveer 1/6 hoger dan vorig jaar, want in de afgelopen 8 weken werden 1562 zieken of gewonden teruggehaald, een gemiddelde van bijna 30 gewonden per dag. Het aantal niet meer in het buitenland te repareren auto's is gestegen en moesten er 2024 naar ons land worden teruggebracht. Op dit moment liggen in buitenlandse ziekenhuizen nog ruim 150 Nederlanders, die door middel van onder meer de alarmcentrale van de ANWB naar ons land worden teruggebracht. Ook zoekt de ANWB in het buitenland nog naar 139 mensen die op verzoek van een familie snel naar Nederland hadden moeten terugkomen. Hoe komt het dat het aantal verzoeken om hulp zo stijgt? Dat vroeg Herman van der Spek aan de heer Beems van de alarmcentrale. Stijging is te wijten aan de grote groep mensen die nu nog op het laatste moment naar het buitenland zijn vertrokken vanwege het slechte weer wat we gehad hebben de afgelopen weken. De repatriëring van de auto's, is dat nu een gevolg van wegrijden met een slecht onderhouden auto? Nou, die indruk heb ik niet. Ik heb gewoon de indruk dat het weer te maken heeft met veel aanrijdingen en veel mechanische pech die eigenlijk toch komt door allerlei zaken die je niet van tevoren kunt voorzien. U zoekt nu nog 139 mensen in het buitenland wegens familieomstandigheden. Hoe bereikt u die nu? Nou, we proberen ze te bereiken via de wereldomroep, we proberen ze te bereiken via kranten en andere zaken, maar het is erg moeilijk. We doen een heleboel met campingsbellen bijvoorbeeld, maar het blijft altijd zoeken en de meeste vind je niet. Maak van thuisblijvers geen spoorzoekers. Van spoorzoekers naar spookrijders. Op de Rijksweg Utrecht-Arnhem is vandaag bij de afrit Ede-Wageningen de eerste van een serie nieuwe verkeersborden geplaatst. Het is het gewone inrijverbod met daaronder de tekst in het Nederlands, ga terug. Het is bedoeld om zogenaamde spookrijders te waarschuwen dat ze op de verkeerde rijbaan aankoersen. Het bord bij Ede is het eerste van in totaal 1200 borden bij alle op- en afritten van de Rijkswegen. Later volgen ook bepaalde punten op provinciale wegen. De borden kosten 230 gulden per stuk en de opdracht van Rijkswaterstaat werd vorige week pas gegeven. Over de oorzaken van dat spookrijden, nu kapitein Van der Heijden. Moeilijk om dat in getal uit te drukken. Maar er zijn een paar oorzaken aan te wijzen die wij in de loop van de jaren hebben ontdekt, waardoor men spookrijder wordt. In eerste plaats zich zwaar vergissen in de situatie, dus de situatie die men ontmoet verkeerd interpreteren, daardoor de verkeerde rijbaan opgaat en dus als het ware tegen het verkeer op de autosnelweg terechtkomt. In de tweede plaats is er nog wel eens wat drankmisbruik. Ik mag gerust zeggen van drankmisbruik. Waardoor de mensen verkeerde rijbaan oprijden. Dat is ook al een enkele malen vastgesteld. En dan, wat ik eigenlijk ook zou willen noemen, is de zelfmoorden. Er zijn mensen die door zwaarmoedigheid ook daardoor zichzelf in gevaar willen brengen op een of andere wijze. En de verkeerde rijbaan bewust opsturen. De Rijkspolitie wijst erop dat men spookrijders snel uit de weg moet gaan. Dat lijkt me ook. En zo vlug mogelijk de politie moet waarschuwen. Nooit proberen ze zelf aan te houden, zo zegt de verkeersdienst. Er is nog geen cao voor de 260.000 werknemers in de metaalindustrie. Vandaag hebben vertegenwoordigers van de vakbonden en van de werkgevers voor de vierde maal dit jaar rond de tafel gezeten, maar opnieuw dus zonder definitief resultaat. En op 20 augustus zullen de onderhandelingen nu worden voortgezet. Tijdens het vorige gesprek, dat was in juni, werd al overeenkomst bereikt op een aantal punten. Dat waren onder meer het herstel van de volledige prijscompensatie na afloop van de loonmaatregel op 1 januari van het volgend jaar. Over de looptijd van de cao en ook over betere betaling van vuil en onaangenaam werk. Men was het toen nog oneens over de zogenaamde vredesplicht. Dat is de verplichting om tijdens de looptijd van de cao geen acties te voeren. Wel, de werkgevers hielden daar toen strak aan vast, terwijl de werknemers er juist vanaf willen. Bij de vakbonden verwachtte men dat de besprekingen daarop vandaag zouden vastlopen. Dat is dus niet gebeurd. En voor de onderhandelingen van augustus is vandaag afgesproken dat er dan gepraat zal worden over het totale pakket.
dat is dus ook over de afschaffing van die vredesplicht. Aanzienlijke veranderingen zijn op komst bij het afsluiten van verzekeringen. Tenminste, als de regering een ontwerpadvies overneemt van een speciale commissie van de Sociaal-Economische Raad. Kern daarvan is dat er zwaardere eisen moeten worden gesteld aan mensen die namens verzekeringsmaatschappijen polissen afsluiten. De zogeheten tussenpersonen. Het afsluiten van verzekeringen is big business geworden. Er is een grote verscheidenheid aan polissen en de bedragen die ermee zijn gemoeid kunnen tot grote hoogte oplopen. Dit is een van de assurantiekantoren in ons land waar men wel beschikt over diploma's en vakkennis. Maar er zijn ook een groot aantal assurantietussenpersonen waarbij dat niet het geval is. Nu kan iedereen zonder diploma het verzekeringsvak in. De CER-commissie wil dat nu veranderen met een reeks eisen. Hierover sprak Harmen Roeland met voorzitter Erdbrink. De betere bekwaamheidseisen die gesteld worden. Wat ik een belangrijk punt vind, dat is de afkoelingsperiode van 7 dagen. Waardoor men ruimschoots de gelegenheid krijgt het nog eens even te bekijken. En nog een af te zien als men dat wil. En ook een belangrijk punt is dat deze commissie, de voorbereidingscommissie dus van dit conceptadvies aandringt op het uitbrengen van prospectus bij de aanvraag. Waardoor men ook kan zien wat het inhoudt. De organisaties zijn redelijk tevreden met de nieuwe eisen. Alleen zou het consumentencontact nog een absoluut verbod willen hebben van het langs de deur verhandelen van verzekeringen. U hoort hierover voorzitter Bert Donia. Ja, het is inderdaad bittere noodzaak, want de consument die wordt op dit moment gewoon beduveld. Men komt aan de deur plotsklaps leuren met verzekeringen. Nou, dat betekent dat je op die manier als consument gewoon onder druk wordt gezet. Eigenlijk wordt geprest om een verzekering te nemen. Terwijl als je daar goed over nadenkt en eens een goede vergelijking kan maken met andere maatschappijen, je tot de conclusie komt dat het helemaal niet nodig is, misschien een verzekering. Of dat je moet afsluiten bij een andere maatschappij. De CER-voorstellen voor het verzwaren van de eisen aan mensen die in verzekeringen handelen zullen waarschijnlijk dit najaar naar de regering worden gestuurd. We gaan weer naar het buitenland. De staking van zwart gemeentepersoneel in de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg heeft zich vandaag uitgebreid. Er staken nu 4500 arbeiders voor hoger loon en ook voor betere arbeidsomstandigheden. Een deel van de stakers is vanmorgen in botsing gekomen met de politie toen ze stenen wierpen naar passerende auto's. Maar de politie dreef hen uit elkaar. De meeste stakers in Johannesburg zijn straatvegers en vuilnisophalers. Het huisvuil in de straten van Johannesburg hoopt zich na 4 dagen staking nu al hoog op. De 50.000 mijnwerkers in het zuiden van Bolivia hebben ook vandaag doorgestaakt. Maar de militaire junta heeft hun voorstellen gedaan die een eind aan die staking moeten maken. Onderdeel van die voorstellen van de junta zou zijn dat de stakers zich niet met zogenaamde politieke en subversieve daden mogen inlaten. Een verslaggever van de Chileense televisie had op straat in de hoofdstad La Paz een vraaggesprek met generaal Mehta, de leider van de militaire junta. Presidente, queremos que le diga a Chile y a América Latina esto va a ir vía satélite. ¿Qué ha pasado con Juan Lechín? Juan Lechín está en perfectas condiciones, como ustedes lo han visto el otro día en el Estado Mayor, charlando con nuestro ministro del Interior. Los rumores extranjeros, incluso del hijo de Lechín, dicen que era el cadáver de su padre, presidente. No, de ninguna manera. No somos criminales. Somos hombres que queremos a nuestra patria y a todos los bolivianos. ¿Cómo calificaría su gobierno, general? El mío, de íntegramente nacionalista. Tijdens zijn wandeling met de Chileense verslaggever werd de nieuwe sterke man van Bolivia door aanhangers van zijn staatsgreep geestdriftig begroet. ¿Qué le parece el presidente? ¿Le gusta su presidente? Sí, porque ha salvado la patria, porque estaba lleno de comunistas, señor. Eso a nosotros no nos ha gustado jamás, porque en Bolivia jamás puede penetrarse los comunistas. De kritiek wat betreft het nieuws komt uit Genève. De internationale arbeidsorganisatie, de ILO in Genève, stelt een onderzoek in naar de gevangenneming, de marteling en executies van vakbondsleiders daar in Bolivie. Volgens berichten van diplomaten uit het land zouden er honderden mensen bij die militaire staatsgreep zijn gedood en in massagraven geworpen. En ook zouden er op grote schaal worden gemarteld. Amerika's president Jimmy Carter zit behoorlijk in de problemen. Normaal gesproken zou hij over 2 weken in New York officieel benoemd worden tot de democratische kandidaat voor de eindronde van de presidentsverkiezingen in november.
Als winnaar van de democratische voorverkiezingen had hij tenslotte veruit de meeste kiesmannen vergaard. Wel, tot zover leek er ook geen vuiltje aan de lucht, maar Carters scherp dalende populariteit en de Libië-affaire van zijn broer Billy, gemakshalve door velen al Billy Gate genoemd, Watergate, hebben vele democraten ongerust gemaakt. Ze vrezen dat Jimmy Carter in de huidige situatie weinig kans meer maakt op een tweede termijn in het Witte Huis. Onze correspondent Haye Thomas peilde de stemming in Washington. Dit zijn geen hoogtijdagen voor president Jimmy Carter. Los van de onveranderd sombere economische ontwikkelingen, de alsmaar groeiende werkeloosheid en de zeer hardnekkige inflatie, zijn er nu wel hoogst ongelegen intriges rond broer Billy, die door een speciale senaatscommissie in een soort Watergate-stijl zullen worden onderzocht. En dan zijn er de opiniepeilingen die Jimmy Carter vandaag stuk voor stuk een straatlengte achterstand geven op de republikein Ronald Reagan. Genoeg voor paniek in de democratische gelederen, waar tal van senatoren en congresleden bang zijn dat zij straks door Jimmy Carter in zijn val worden meegesleurd. Uit hun kring is nu een WIP-Carter-beweging ontstaan, compleet met al bijna een half miljoen gulden in kas om te proberen van de aanstaande democratische wapenschouw een zogenaamde open conventie te maken. De bedoeling is om de kiesmannen die zich nu aan president Carter of senator Kennedy gebonden achten op die conventie een vrije keus te geven. Want Carters dalende populariteit wordt niet automatisch vertaald in steun voor Edward Kennedy. De WIP-Carter-beweging praat nu dagelijks over andere kandidaten, zoals vicepresident Mondale, senator Henry Jackson en de minister van Buitenlandse Zaken Muskie. Mondale zegt dat hij er niet van horen wil en trouw blijft aan de president. Jackson wil ook geen derde kandidaat zijn, maar voelt wel alles voor een open conventie. En Edward Muskie zwijgt nog in alle talen. Maar de beweging laat het er niet bij zitten en kan het president Jimmy Carter in eigen huis nog bijzonder moeilijk maken. En hoe moeilijk het voor president Carter gaat worden, zal vooraf afhangen van het werk van de speciale senaatscommissie die nu die zogeheten Billy Gate affaire aan het onderzoeken is. De voortvluchtige Amerikaanse financier Robert Vesco heeft twee onderzoekers verteld dat hij verantwoordelijk is voor de uitbetaling van dat Libisch geld aan Billy Carter. En Vesco geeft zelf toe dat hij daarmee president Carter in verlegenheid heeft willen brengen. De hoofdpunten uit deze uitzending. Shah Reza Pahlavi is vandaag in Cairo begraven. Weinig belangstelling, veel veiligheidsmaatregelen en met president Sadat als enige regeringsleider aanwezig. Er komen 1000 arbeidsplaatsen in de gezondheidszorg bij de personeelsdiensten, worden versterkt tegen begeleiding van het verplegend personeel. En verder meer toeristen uit ons land worden over de grens ziek of raken gewond en ook meer auto's laten het afweten. Het weeroverzicht. In Friesland, Groningen en Drenthe is het vandaag toch weer vrij bewolkt geweest. Net als gisteren kwam de zon daar pas in de loop van de middag goed door. In de rest van het land was het de hele dag zonnig, met in het zuiden de hoogste temperaturen. Zon en hoge temperaturen verder in Zuid-Duitsland, het Alpengebied en aan de Middellandse Zee. In al deze gebieden is het 's middags 30 graden of iets meer. Ook Scandinavië beleefde weer een zonnige dag. Het werd er zelfs nog iets warmer dan gisteren. Noord-Duitsland en Oost-Europa bleven met bewolking zitten. In Polen en Hongarije ontstonden vanmiddag veel onweersbuien. Onweer kwam vanmiddag ook voor in Noord-Frankrijk en in Zuid-Engeland. Het onweer ontstond vannacht in Zuid-Frankrijk in de omgeving van Bordeaux. Enkele uren geleden drongen de eerste onweersbuien België binnen. Verwacht wordt dat de buien in de loop van de avond het zuiden van ons land bereiken en daarna langzaam verder trekken. Het is niet zeker of in het noorden van het land veel buien gaan vallen. De verwachting tot morgenavond luidt een enkele regen- of onweersbui. Vanavond al in het zuiden van het land, met in Zeeland mogelijk windstoten. Morgen overdag ook weer zonnige perioden. Middagtemperaturen omstreeks 22 graden. Wind vannacht of morgenochtend draaiend naar zuidwest en geleidelijk afnemend tot matig. Na morgen herstelt het weer zich snel, zodat de vooruitzichten voor donderdag en vrijdag luiden vrij zonnig en overwegend droog. Middagtemperatuur omstreeks 23 graden. Einde van dit 8 uur journaal. Dank voor de aandacht. Een prettige avond allen.